Ongeloof overheerste op Sportpark de Lok na de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen SV Scheveningen. Deze einduitslag was niet voldoende om zich te handhaven in de tweede divisie. De Tielse Eendrachtscombinatie legde een puikenpot voetbal op de grasmat en overklaste de ploeg uit Scheveningen volledig. Na 45 minuten voetbal stond 2-0 op het scorebord. Daarmee was de blamage van woensdag 6 juni weggewerkt. In de tweede helft volgde kans op kans, maar de 3-0 bleef uit. Cruciaal in de wedstrijd was de arbitrale dwaling in de 84ste minuut. Waar alle supporters van TEC en Scheveningen een doelpunt van TEC zagen, de bal was zeker een halve meter over de lijn, bleef de toekenning van het arbitrale trio daarvan uit. Tot overmaat van ramp ging een spaarzaam schot van Scheveningen even later hard in het net achter keeper Van der Sman. De keeper van TEC zorgde in de blessuretijd ook nog voor een strafschop, die overigens wel werd gestopt. TEC degradeert door deze uitslag en speelt volgend seizoen in de derde divisie. De leiding van de club heeft al aangegeven zo snel mogelijk weer terug te willen keren naar de tweede divisie en zal daarvoor de nodige investeringen gaan doen. Frits van den Berg, daar staan we dan met lege handen. Ja, dat is heel zuur. Zeker als je de wedstrijd analyseert en je kijkt... Met name in de tweede helft wat voor kansen we gehad hebben om de 3-0 en de 4-0 te maken. Ja, dan doet dit echt pijn. Ja, als je 1 minuut voor tijd uit de cornerbal een bal achter je krijgt. Maar goed, het is zoals het is. En ik denk dat we meer hadden verdiend, maar daar wordt niet om gevraagd. En we hebben gewoon de wedstrijd laten zitten. En we hebben hem niet vandaag verloren. Ik denk dat we hem woensdag verloren hebben. En niet vandaag. Als we de wedstrijd goed analyseren, dan werd er eigenlijk gewoon goed gevoetbald. Hè? Doodzonde dat je dan uiteindelijk degradeert naar de derde divisie, dat zijn de feiten. Maar, cruciaal punt, een aantal minuten voor het einde van de wedstrijd. Een doelpunt van TEC, raszuiver, zeker een halve meter over de doellijn. Alleen de grensrechter die zag het niet. Nee, kijk, luister, er zijn veel mensen die roepen van, die bal is achter de lijn. Ik heb het niet kunnen zien. Het oogde wel zo. Kijk, wij kijken allemaal vanaf de bank en dan lijkt het net of dat die bal erin zit. Maar goed, dat kan er maar één de juiste beslissing nemen. Dat is de grensrechter en die wijst in naar het midden. Dus dan hou het op. En nu? Want er is altijd weer een morgen. Ja, er is altijd weer een morgen. Maar kijk, als je nou terugkijkt naar de periode 2010 en 2018, wat er nu gebeurd is, dan is het natuurlijk doodzonde dat we... Na 2 jaar tweede divisie, dat we de tweede divisie moeten verlaten met een goede ploeg. Want ik blijf zeggen dat we gewoon een goede ploeg hebben die erin thuis hoort. Maar ja, de cijfers die liegen niet. En als het om de cijfers gaat en uiteindelijk sta je gewoon waar je staat, dan is het over. Over 35 wedstrijden kampioen? Nee. Kijk, wat er gaat gebeuren weet ik allemaal niet. Er zullen nog best wat veranderingen plaats gaan vinden. En uiteindelijk is het zo dat we weer gewoon met frisse moed aan een nieuw seizoen moeten beginnen. Alleen het zal echt een tegenvaller zijn om daar gewoon weer om een divisie lager te gaan spelen. Omdat dit gewoon een fantastische competitie was. Met nadruk was.